Justin en ik zitten nog steeds opgesloten in deze grote villager-gevangenis. En we willen heel graag ontsnappen. Hé, hey Justin, daar zijn we weer. Goedemorgen. Hey, jongen, goedemorgen. Heb je lekker geslapen in je celletje? Ja, ik zag een mooie outfit liggen en denk, weet je wat, ik trek deze aan. Oh, in plaats van je pizza-outfit heb je nu je oranje weer aan. Hé, hey, welk bed lig je eigenlijk? Want je hebt natuurlijk jouw bed hier. Lig jij boven of onder? Onder. Oh, dus jij bent niet de dominante. Nee, maar ik ben ook alleen. Oh. Hey, weet je nog wat we vorige keer allemaal gedaan hebben, Justin, hier? Nee, nou, leuk dat je het vraagt. Ja, niet nou, alles. Nou, leg uit dan. We hebben puzzels moeten doen, moeilijke springen, sprongjes. Moesten ontsnappen uit deze prachtige hokjes hier. Toen moesten we gaan overleggen, moesten we dingen kopen met onze prachtige buurman. En nu staan we hier en dan moeten we naar boven en hebben we iets gevonden. Heb ik een sleutel, een jungle puzzle key. Wat hebben we? We hebben sleutels, zei je. Ik heb een sleutel. En die sleutel die kon op wat? Waar kon die op plaatsen worden? Can be placed on purple concrete. Purple concrete, dat is hier. Hè. Gaan we dan weer een nieuwe puzzel moeten doen, denk ik. Ja, dat staat er wel bij. Want we hebben in de vorige video hebben we natuurlijk die grote parcourspuzzel gedaan. En dat was me nog wel een aardig puzzeltje. Maar dus laten we naar binnen gaan. Ik zie hier geen puzzel. Nee, maar het zit achter een painting misschien. Kijk hierachter, let op 1 en 2. Hoppakee. Oh, nee, er zit niks achter. Nee, laten we even kijken wat we hier allemaal... Hé, minecart. Minecart. Oh, ik ben in een nieuwe ruimte. Oh, hier is de deur. Kom maar, kom maar. Nou, hallo. Nee, dat was een button. Hij is weer dicht. Ik hoorde hem dicht gaan achter me. Kijk, hier kan je via de minecart zo naar de geheime ruimte hierachter. Oh. Dan kunnen we er zo meteen weer uit. Toppie joppie, hé. Ja, hey, laten we even kijken. Ik heb niet achter het schilderij gekeken. Welke schilderij? Ja, die twee schilderijen. Kon je erachter kijken? Laten we even kijken. Dat weet ik niet. Ik heb niet gekeken. Laten we even kijken. Misschien kan je hier toch wat vinden, inderdaad. Ja, je weet maar nooit, hè. En kijk deze, als jij die andere kijkt. Oh. Ja, daar kan ik niet heen. Denk ik. Wat zit je nou te museuren, hè, Justin? Ja, ik dacht even voor het dramatische effect. Zit je nou gewoon weer helemaal moeilijk te doen, terwijl het niet nodig is hier? We moeten hier gewoon heen. Sorry hoor, hey. We moeten ontsnappen uit deze gevangenis en we moeten puzzels halen. Oh. Maar het ziet er wel mooi uit. Het is wel heel mooi hier. Het is wel heel mooi. Ik denk dat we deze kist moeten. Oh, nee. Wat? Nee, misschien daar kon we omhoog klimmen, maar dat wordt een beetje moeilijk. Ik denk dat we deze kist hier moeten openen. Want dat de bedoeling is. Laten we even kijken wat we hier allemaal hebben. Wat is dit nou weer? Start. Wacht, ik klik op start. Wat doet dit? Een kat! Er is een kat gespand. Waar moet die kat heen? De kat moet... De lava. Niet in. Nee. Ik denk niet de lava in. We hebben hier, als ik op blauw klik, gaat er een lampje aan. Waar moet die heen? En deed dat iets met blauw? Doe nog eens. Als ik op blauw klik hier, wat gebeurt er dan? Niks, hè? Hij gaat dood! Nee, hij verdrinkt! Ah, we kunnen een nieuwe kat spannen. Laten we even doorlopen. Kijk wat we hier allemaal nog meer hebben. We hebben hier een soort doolhof. Ik heb... Oh... Justin, het gaat heel moeilijk worden. 2 mappen. Het gaat echt heel moeilijk worden. Ik pak de rechter wel. Laten we even kijken wat we allemaal hebben. Ik heb hier... Ah, dit is denk ik voor het doolhof hier, Justin. Wat we hier hebben. Hier hebben we een doolhof. Hoe ziet jou eruit dan? Even kijken, ja, met al die kleurtjes. Oranje? Linksboven is oranje, ja. We hebben dezelfde. Ah, vet, hé. Laten we even gewoon een rondje lopen door de doolhof. Kijken wat we vinden. Ik heb hier een blauw... Oh! Ik heb hier een donkerblauwe doorgang. En ik denk dat die buttons... Oh, voor de kat. Die ervoor zorgen dat die... Nee, niet voor de kat. Waar heb je het over? Dat die kat misschien nog... Kijk, nee, kom, kijk. Als jij hier hebben een donkerblauwe doorgang. Als jij op zo'n button klikt, gaat die denk ik open. Dus als jij de buttons beheert, dan zou ik wel hier dingen regelen. Ik ga wel even drukken. Ja. Even kijken. Donkerblauw. Ja. Komt die, hè? Ik denk dat ik alle kleuren moet. Ja, klik er maar op. Ja, goed zo. Kijk, en als het goed is... Hij is nu ook weg. Ja, nu is hij weer terug. Ja, oké, maar ik ben er doorheen en ik heb hier een paars... magenta kleur blokje. Ik ga erop staan. Wat doet dit? Paars? Ik heb een magenta blok sta ik nu. Doet dat iets? Gebeurt er iets? Met de kat? Gebeurt er iets bij de kat nu? Ja! Wat gebeurt er? Het blokje rechts van hem gaat dan weg. En dan kan hij naar de kopweb. Ja. En dan kan hij naar beneden vallen. En dan moet hij niet verder vallen. Oké, dus als jij een volgorde in de kleuren daar zou vinden voor mij... Die wij moeten activeren, waardoor de kat naar zijn eindbestemming gaat. Oh, want jij kan daar weer op een knop drukken voor. Ja, nee, ik kan op de kleuren staan. En dan activeert dat iets bij jou, snap je? Ja, maar als je dus op die kleur staat, gaat het blok dus weg. Ja. Ja, kijk, zoals nu zou het paarse blok weg zijn, klopt dat? Ja. En nu is hij weer terug. Ja, wow, wat een technologie, joh. Wat is de volgorde die jij moet doen? Daarna moet jij op een, even kijken, oranje blok staan. Dus paars, oranje. Ja. Daarna? Daarna groen. Groen, oké. Paars, oranje, groen. Ja, maar dan moet ook rood weg tegelijkertijd. Ja, dat kan. Maar dan maar dan moeten we wel snel zijn. Ja, want anders gaat hij dood of niet. Dat weet ik niet. Moet ik even komen kijken? Kom je eens even kijken. Ik kom even kijken. Als jij donkerblauw weer voor me open kan doen. Oké, vooruit hoor. Kom je al gezellig met deze kant op. Want ik denk, als je hierop staat, gaat hij dan... Oké, even kijken, wat hebben we hier? Eerst moet inderdaad paars. Ja. Paars, dan valt hij naar beneden. Dan moet geel, zo te zien. En dan geel, dan, die duwt hem zeg maar hierin. Waardoor hij naar beneden valt. Dan moet groen. Nee, ja, moeten we doen. Wordt niet geduwd. Jawel, dat... nee, geel heb ik toch niet geduwd. Je zou zeggen dat hij dan misschien... Oh nee, hij wordt niet geduwd, inderdaad. Nee. Hij valt daarop en misschien loopt hij dan automatisch zelf naar links. Ik hoop het voor hem. Ik denk het, want het paars weggaat. Ja, dan loopt hij... Kijk, dat water zal hem wegduwen naar links. Zal hem de kopweb induwen, snap je? Dat water. Ja, zo. Ja. En dan daarna moeten we groen weghalen, waardoor het water naar links stroomt. Hier, zie je? Ja, ja. Dan zal die naar voren gaan, die weg, waardoor het water naar links stroomt. Waardoor hij hierin valt. Maar hij moet niet doodgaan door bedoel dit. Ik. Dus dan moet hij rooien. Dus dan moet ik direct door naar rood. Dus dan is het paars, geel... maar wacht. Kijk, als je hierop staat, wordt het een ander blokje. Oh, dan moet jij daar tijdelijk op staan. Tot die tijd. Ja, maar dan kan je... Oké. Maar dan... Of moet ik heel snel op knopjes drukken en dan weer terugrennen? Nee, maar dat komt goed. Dus de volgorde is paars, geel, groen, rood, oranje. Oh nee, grijs-oranje, oké? Ja, maar als je daarboven is... Of... Alleen er is geen grijs. Grijs moet jij doen. Jij bent grijs, kijk. Jij bent grijs. Jij bent grijs en wit. Ik ben grijs, ja. Oké, jij bent grijs en jij bent wit. Wat zit je te lachen? Dat je grijs haar hebt. Ja. Oh. Oké, dan is mijn volgorde. Want nu, zeg maar, nu hebben we jouw volgorde. Dat is paars. Dat is eigenlijk mijn volgorde die ik moet volgen. Ja. Paars, geel, groen, rood, oranje. Oké? Ja. Oranje is de laatste. Geel is eerst. Oké. Dan is de volgorde voor jou... Moet een beetje gaan improviseren. Oké? Ja. Komt-ie. Dus eerst moet jij op donkerblauw gaan staan. Of donkerblauw moet je even activeren voor me. Ja. Dan kan je naar paars toe. Nu? Ja, dan kan ik naar paars toe. Ja. En dan moet ik even kijken, voordat ik erop ga staan, moet jij blauw activeren zodra ik het zeg. En daarna als ik donkerblauw of lichtblauw? Donkerblauw. Ja. En daarna als ik de route volg, moet jij lichtblauw voor mij activeren. Dan moet ik een heel stuk omrennen en daarna paars. Oké, dus jouw voorwoord is donkerblauw, lichtblauw, paars. Ben je ready? Ja. Komt-ie. Ik ga er nu op staan. Dat je kat als het goed is weg, klopt dat? Er is geen kat, wacht. Oh, moet je even kat spannen? Kat zeg maar als hij weg is. Zeg maar zodat ik kan wegrennen. Komt-ie. Ga er nu op staan? Ja, hij is weg. Ja, hij gaat naar beneden. Donkerblauw in 3, 2, 1 donkerblauw. Ja, en dan heel snel. Ga je nog niet paars. Ja, ik ga heel snel. Ik heb die speed. Ik heb die speed. Dan moet ik gaan rennen. En dan moet ik naar een paars. Jij moet paars moet je zo meteen activeren. Ja, ja. Ja, even kijken. Oh, dit gaat niet goed. Hij gaat dood. Lichtblauw is, lichtblauw. Oh, lichtblauw. Lichtblauw. Hij is dood. Is hij zo snel dood? Ja. Huh? Oh, maar deze moeten we sneller. Wacht, dan ga ik even de route een beetje uitstippelen voor mezelf. En dan moeten we dit sneller doen. Dit ging niet snel genoeg. Nee, maar waarom moet je echt ver omlopen? Ja, ik moet rondjes rennen helemaal. Maar je moet naar linksboven. Donkerblauw. 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 Nee, ik moet geel. Geel is de eerste. Ja, maar... Niet oranje. Is dat... Oranje is de laatste. Het is paars, geel... Groen, rood, oranje. Dat is de volgorde. Oh, is dat... Oké, dan is het geel blok. Ik vind het meer oranje, maar... Oké. Want jij begint bij paars. Ja, maar... Ja, ik begin bij paars. Dan moet ik naar geel toe. Dan moet ik naar groen toe. Dan moet ik naar rood toe. Dan moet ik naar oranje toe. Ja, dus het is... Oké, dus ik doe eerst blauwe deur open. Dus dat is voor jou donkerblauw. Donkerblauw. Dan is het cyaan blauw. Zie je? Dat is hoe ik naar geel ga. Cyaan, daar kan je niet langs. Jawel. Dat is de route hoe ik naar geel ga. Geel kan je niet komen trouwens. Oh nee, ik moet groen pakken. Ja, groen ja. Oh, groen inderdaad. Ja, ik moet helemaal naar het begin gaan. Helemaal uitrennen naar groen en dan moet ik op geel staan. En via geel, dan moet ik naar groen. Ja, oké, dus de volgorde is donkerblauw. Oké, komt ie. Ja. Span maar weer een kat. Ik heb een kat. 3, 2, 1, go. Go, ja, oké. Blauw. Kan ik doorrennen? Donkerblauw, ja. Donkerblauw, goed zo. Dan doen we groen zo meteen zodra ik het zeg. Oh, wacht. Wat? Hij is dood gegaan, wacht, ik span hem nu. Oh, hoe is hij dood gegaan? Huh? Dat weet ik niet, hij ging dood door het blok. Oké, donkerblauw. Donkerblauw. Ik lees terug, oké. Zeg maar zodra ik weg kan rennen, zodra de kat 100% door is, oké? Ja. Komt-ie. Wacht. Ja, doe maar, rennen. Oké, go. Doe maar donkerblauw nu. Donkerblauw. Ja, oké. Groen zodra ik ja zeg. Ik ga kijken of we dit goed kunnen timen. Ik ben aan het rennen. En... Ik zie je. En groen, nu. Groen. Ja. Rennen. Ja, net aan doorheen, oké. Komt-ie. En... Ik ben er. Ja, oké, nu moeten we naar groen. Hebben we de tijd? Hebben we nu even de tijd? We hebben heel even de tijd. Oké, dan moet je snel naar groen. Lichtgroen. Naar groen. Doe maar groen open voor me. Donkergroen is open. Donkergroen open. Welke kleur moet jij open doen? Het is goed, grijs. Grijs moet open. Grijs moet... Nee, niet. Huh? Nee, niet. Sorry. Maar... Groen. Oh, jij moet op groen. Jij moet geel open doen. Roze moet je open doen voor me. Roze. Nu roze. Ja, oké. En... groen! Nee, ik heb hem. Net niet! Oh. Net niet! Oh, nee. Oké, maar dat kwam omdat ik de route fout had. Oké, maar we snappen hem. We snappen hem. Oh, dat jij roze voor mij open kan doen? Ja, en dan... Grijs heb ik uiteindelijk nooit nodig. Grijs zie ik nu al, die gaan we niet nodig hebben voor mij. Ik moet er helemaal niet in. Oké, donkerblauw, om even mee te beginnen. Hoor. Nee, donkergrijs hebben we niet nodig. Dit loopt dood, donkergrijs. Oh, oké, doe maar blauw open. Blauw. Juist. Oké, komt-ie. Kan ie? Wacht. Span maar een kat eerst. Kat is gespand. Oké, en zeg maar zodra ik kan. Op het donkerblauw? Ja, doe maar. Rennen. Donkerblauw nu. Ja, go. Ja, nu kan ik doorrennen. Dan gaan we direct naar groen. Oké, ik weet de route naar groen uit mijn hoofd. Dat is heel simpel. Helemaal doorrennen hier tot het einde. Nu groen. Groen. Ja, misschien zei ik het vroeg. Nou, het ging perfect, ging perfect. En... oké. Ja, goed zo. Ja, en nu... Blijf staan. Nu groen. Oh. Nee! Oh, ging het niet goed? Hij ging niet goed. Ik moet langer blijven staan, ja, of niet? Langer blijven staan, maar... Ah, oké. Dan moet jij elke keer zeggen wanneer ik weg moet. Ja, snap ik. Maar moet jij dat doorgeven aan mij. Oké, donkergroen. Wacht, donkergroen. Ja, donkergroen. Dan kan ik vast terugrennen. Dit is best lastig. Ja, deze is moeilijk, maar hij is wel leuk. We snappen hem wel. Het is met kleurcodes moeten we werken. Even een moeilijke puzzel. Ja. Maar het komt helemaal goed, dit. Ik ken de route, die leer ik telkens uit mijn hoofd. Zometeen komen we weer op het punt dat ik de route nog niet ken. Donkerblauw, trouwens. Daar kan ik er doorheen. Ja. Oké. Wacht maar. Span maar een kat. Ik span de kat. 3, 2, 1. Is gespannen. Oké, zeg maar elke keer als ik kan. Ja, doe maar. Oké, donkerblauw nu. Ja. Donkerblauw, daar kan ik doorrennen. Juist, dan gaan we direct naar groen. Dan zeg ik zodra groen kan. Ja. Dan wacht ik deze keer eventjes iets langer. En groen, nu. Ja. Ja, perfect. Ik zag hem weggaan. Oké, jij moet zeggen wanneer ik weer er vanaf kan, oké? Ik ga er nu op staan. Nu. Wacht, blijf staan. Ja, doe maar. Oké, jij loopt naar roze en daarna moet jij wit besturen. Als het goed is hebben we dan even de tijd. Groen trouwens, sorry groen. Oh, kut. Was ik helemaal vergeten. Ja, sorry. Oké, we hebben wel meer tijd, Deze moet ik overslaan, dan moet ik hierheen. Hierheen. Roze nu, roze. Ja, go. Oké, top. Die hebben we. Niet heel lang hoor, niet lang meer. Boom! We hebben hem. Ja, oké, jij kan met roze, kan jij hem even veilig, of wit kan je hem veilig stellen, volgens mij. Ja. Kan ik weg? Oh, ik heb hem veilig. Oké. Nee, hij gaat omhoog! Waar moet ik heen? Welke kleur? Roze is, klik op roze. Roze. Klik op roze. Oranje moet je heen, oranje. Oké, oranje moet ik heen, prima. Je hebt even de tijd, Oké, cyaan moet je klikken. Cyaan. Ja. Oké, dan moet ik hier naar links, dan moet ik naar rechts en dan moeten we naar boven. Je hebt even kan je checken welke kleur voor mij nu van toepassing komt voor jou op de buttons? Dat is oranje, ik ben bij oranje, poepzooi. Ja, dan moet je zijn. Nee, ik moet bij rood zijn. Nee, het is oranje toch? Ah, is dat? Als het rood is het volgens mij. Oranje is helemaal onderop de laatste. Zie je? Nu is dit verschil dan? Ja, er zit heel veel verschil in die kleuren. De volgorde voor mij is paars, groen, geel... rood, oranje. Oranje is 100% de laatste. Ja, daar save je de kat mee, ja. Maar trouwens, rood is helemaal niet nodig, want rood ging al automatisch volgens mij. Ja, rood had helemaal niet nodig. Nee. Klopt dat? Ja, klopt. Oh, lichtblauw moet je trouwens even voor me doen, dan kan ik terug. Oh nee, cyaan. Sorry, cyaan. Ja, ja want dit keer ging het goed met de kat, had hij blijven staan. Ja, dus. Ik was in de war, maar rood, zeg maar, kijk, wacht even, ik kom even naar je toe. Kijk, we hebben hier rood. Alleen rood was niet nodig, want hij ging al naar boven. Dus voordat wij rood nodig hadden. Dus ik kan rood overslaan en dan heb ik extra tijd om door te rennen naar oranje. Dus we hadden hem. Ja. Oh, ja, ik dacht dat jij kleurenblind was of zo. Dat je moest op rood eerst gebeuren. Want ik had het volgorde dat ik in mijn hoofd. Ja, maar deze kleur oranje en die kleur oranje is net iets donkerder voor mij. Ja, nee, dit zijn wel dezelfde. Ja, dat wel, diepte is dat. Oké, nee, nu hebben we hem. 100% hebben we het. Rood kunnen we overslaan. Ik ga vanuit, zodra ik op geel ben geweest... Op groen, sorry. Ja. En hij is hier, jij staat op wit. Moet je direct zeggen, want dan ren ik door naar oranje, oké? Ja. Oké, komt-ie. Rennie, dit wordt hem. Dit wordt de laatste keer dat we dit moeten doen. We kunnen dit. Ten eerste moet jij voor mij openen donkerblauw. Donkerblauw is geopend. Donkerblauw. Oké, dit wordt hem. Span maar de kat. De kat is gespannen. Dan ga ik erop staan. Ja, wachten. En ja, go. Oké, donkerblauw nu. Ik sta bij groen. Donkerblauw op, oké. Direct doorrennen naar groen, inderdaad. Ja. Oftewel, dat is roze, hè? Dat is roze. In jouw geval? Oh, roze? Nee, donkergroen. Sorry, ja, donkergroen. Mijn bed. Donkergroen? Ja, oké, top. Ik ben heel blij dat jullie naar me luisteren. Oké, komt-ie. Ik sta erop. Ja, goed zo. Blijf staan. Zeg maar wanneer ik weg kan. Ja, doe maar. Oké, wat is de volgende kleur? Dan moet je even voor jezelf checken, want ik ren te snel. Ik moet nog voor jou. Groen, donkergroen. Nu. Ja? Wat is de volgende kleur? Moet je even voor jezelf checken. Ik zeg wel wanneer die moet. Jij moet nog groen staan. Ik zeg wel wanneer die moet. Welke kleur moet je heen? Was het ook weer? Blauw, cyaan. Ik heb even... Even error in mijn hoofd. Even error inderdaad. We moesten naar geel moest ik. Ik moest naar geel. Nee, ik moest naar groen. Je moet naar groen. Ah, dat was roze was dat voor jou. Roze, dus ja. Dus jouw volgorde is donkerblauw. Groen. Nog een keer groen. Nog een keer groen. Roze. Nog een keer roze. En dan bruin. Maar niet bruin. Bruin overstaan. Dan is het cyaan. En na cyaan kan ik direct doorrennen. Dan heb je mij niet meer nodig. Oké, donkerblauw. Nu wordt het echt. Nu wordt het echt, Justin. Ja. Moet ik donkerblauw? Nee, is donkerblauw. Ik moet er nog heen. Donkerblauw, sorry. Ja, ja, span de kat maar. Kat is gespand. Oké, daar komt hij. Boom. En go. Ja. En nu donkerblauw. Ja. Donkerblauw is gecheckt. Dan hebben we donkergroen. Sta ready? Ja, sta ready. Donkergroen. Nu. Ja. Nice. Oké. Blijf bij donkergroen staan. Maar wel in de gaten houden met de kat. Ik sta er nu op. Zeg maar wanneer ik kan. Ja, doe maar. Oké, donkergroen nu. Ja. En dan was het roze, ja. Roze is het inderdaad, naar roze toe rennen. Ik moet deze overslaan, dan moet ik hierheen, dan moet ik naar rechts. Dan moet ik naar rechts. Nu. Ja. Oh, perfect. Dit was goed getimed. Blijf boom, oké. Ja, goed, blijf staan. Oké. Blijf staan, hij is er nog niet. Ik blijf staan. En dan ga ik nu door naar oranje. Jij hebt alleen nog maar cyaan, zometeen. Ja. Oké. Ja, doe maar. Ja. Oké, naar cyaan rennen. De roze is roze. Hij blijft staan, de kat blijft staan. Oké, dan moeten we eerst rood doen, maar dan hebben we even tijd. Klopt dat? Oh, zolang jij op dat ding blijft staan. Ja, maar ik denk dat hij zo meteen wel gaat, als ik het zo bekijk. Ik moet hierop staan, ja. Gaat hij denk je uit zichzelf? Nou, nu niet nog, maar zo net ging in één keer. Ja, dan moet jij dus naar... Jij moet zo roze voor mij activeren. Dan moet jij cyaan activeren. Ja, maar ik kan nu niet weg, en dan gaat de kat dood. Ja, je kan misschien heen en weer rennen. Misschien heeft hij eventjes. Of is het instant damage? Dat weet ik niet. Nee, dat niet. Oké, dus ik moet op. Je moet roze en dan snel terug naar die pressplate voor jou, oké? Ja, oké. Ben je klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Go. Ja, oké. Ik moet naar rood. Rood is... Hij leeft nog. Bruin moet je activeren. Nee, niet bruin, sorry. Oh, poepzo, ik weet niet waar ik heen moet. Nee, maar niet uit. We hebben tijd. Ja, maar ik ben nu al een beetje de weg. Cyaan moet je activeren, nu. Cyaan ga ik nu. 3, 2, 1, go. Dit is... Ja, oké, top. Ja, hij leeft nog. Oké, ik moet naar rood. Rood is heel de andere kant op. Oh, rood hadden we net helemaal nog niet. Ik had niet rekening gehouden dat rood moet. Dan moet je paars, naar paars toe. Ja, wacht. Poepzooi, ik weet de route niet uit mijn hoofd. Nee, nog niet. Jij moet zeggen wanneer je ervoor staat. Nu, doe maar paars. Nee, poepzooi, dit was niet de route. We hebben de tijd, hè? We hebben trouwens al de tijd. Oké, paars, nu. En dan lichtblauw daarna, zometeen. Nog niet. Paars nu. Ik weet niet hoeveel levens die nog heeft. Paars is gedaan, oké. Ja. En lichtblauw, niet cyaan, lichtblauw. En dan kan ik op rood staan. En dan moet ik doorrennen. En dan heb jij... dan moet je naar oranje toe, hè? Ja. Oké, ik ga nu naar lichtblauw drukken. Komt-ie. 3, 2, 1, go. Ja. En dan gelijk op de pressplate staan weer. Hij leeft nog. Oké, komt-ie. Ben je ready? Ik sta nu bij dit ding. Oké, dan gaan we even visualiseren wat we moeten doen. Ja. Jij moet ten eerste op een donkergrijs zometeen staan om te redden, klopt dat? Nee. Jij kan op een donkergrijs staan. Kan ik het saven, ja. Dan kan je hem tegen. Kan je hem gewoon letterlijk stilzetten, of niet? Ja, klopt. Doe dat zo meteen, want dan hebben we even de tijd. Ja. Maar voordat je dat doet, moet je lichtblauw en paars weer voor me activeren. Dat zijn de enige. Lichtblauw en paars, daar red ik het. Oké? Ja, om naar rood te gaan. Ja, om naar oranje te gaan, want ik sta nu bij rood. Ik sta nu letterlijk voor rood stil. Ja, ik sta voor rood stil. Ja. Dus lichtblauw en dan paars, oké? Lichtblauw en paars, ja. Komt-ie. Zeg maar wanneer ik kan, oké? Ja, doe maar. Ja, go. Oké, lichtblauw nu. Ja. Ja, oké. En dan hou hem in de gaten. Ja. Save hem even, dat is belangrijk. Ga maar vast om saven. Save hem maar sowieso voor de secret vast. Okay. Dus dan hebben we tijd, klopt dat? Ja, dan hebben we tijd. Oké, paars wanneer je ready bent. Ik sta voor paars, gewoon wanneer jij ready bent. En dan ren ik door naar oranje. In één keer. Ja, ik had niet op moeten wachten. Oké, go. 3, 2, 1, paars. Oké, go. Heel snel naar oranje. Go. Ah! Ja! Ja, blijf staan. Oké, blijf staan. Ja! Ja! We hebben hem! Woe! Oh my days. En nu is er ook een veilige route voor mij naar buiten. Gast, dit was moeilijk, Justin. Ja, dit was moeilijk, hé. Ja, wow. Ik had ergens eerder moeten gaan, dan hadden we nog meer tijd. Ja, maar dit was prima. We hebben hem. We hadden even een trial en error. Wat hebben we gekregen? Ik niks. Oh, de kist is hier gelokt. Een kompas en een workshop puzzelkey. Ik denk dat we hem hebben, hè? Oh, weer een Ik denk dat we hem helemaal hebben. Ja, we gaan heel veel puzzels moeten doen, Justin. Wow. Oh, maar jij was in deze bamboeruimte hier. Wat een puzzel, hé. Ja, maar ik ben blij dat we hem gehaald hebben. Ik vond hem leuk. Hij was wel heel leuk. Hij is echt goed in elkaar, ja. Hij was echt heel leuk. Nu hebben we een bucket, nu hebben we een kompas, een string. Wat voor items heb jij nog meer? Ik heb nog 6 van die shards. Ja. Ik heb een lege emmer en ik heb nog 1 use coal. Oké, hier zit trouwens... Nee, niks. Dus verder is het hier niks, hè, in deze ruimte. Denk het niet. Goed, laten we even kijken of we iets kunnen ruilen. Hebben we niet een barrel waar we even onze spullen veilig in kunnen doen? Dat weet ik niet. Kunnen we al iets ruilen? Oh, kompas. Uiteindelijk kunnen we dat kompas natuurlijk maken. Hé, hey, we hebben een kompas trouwens. Die moesten we nodig hebben voor die recovery kompas. Kan je die niet al craften? Hier. Wat hadden we dan nog meer nodig? Kan je die niet al craften? Volgens mij niet. Hier zit de crafting table. Hier volgens mij ook. Oh nee, is een furnace alleen. Sorry. Even kijken, waar zit er ook eentje? Bij jou toch? Of niet? Nee, bij jou trouwens. Hieronder bij jou links. Hier. In jouw celletje hier, hé. Kijk, daar is hij. En mijn nederige stulpie. In jouw nederige stulpie. Nee, we hebben er nog 2 nodig. 8 nodig. 2 wat? Charge. Ja, van die charge. Oh, oké. We hebben hier een candle. Ik heb alvast de eerste string voor de candle. We hebben nog een string en honing nodig. En honing krijgen we door lime dye. Dus ik denk dat we gewoon nog veel moeten gaan klooien om dat allemaal te regelen. Dus uiteindelijk regelen we hier de doorkey naar Ancient Debris als we een dragon... We moeten echt nog best wel veel doen, Justin. We moeten echt nog best wel heel erg veel doen. Maar jij hebt iets gevonden. Ja, ik heb een sleutel. Een workshop puzzelkey. Die kunnen we op lime concrete kunnen we die plaatsen. En dat is... beneden. Beneden? Ja, hier. Dat is deze. We kunnen hier naar binnen. De slijmkamer. Oh, ja. Jij, jou de eer. Ga maar. Hi, Q. Nu zit je opgesloten. Shit. Nee, ik zou wel meegaan met je gezellig. Doe nog off the line. Doe het dan. Bluff. 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 Hey. Skip de regels. Goed, dus zou je vast ook ergens... Daar is de doorgang. Zie hem al. Even kijken hoe we daar komen. Ja, maar is er niks in deze kamer die we misschien... I don't know. Ik weet het niet. Oh, hoe komen we daar? Is dat parcouren? Ik denk dat... Nee, daar kunnen we niet komen. Kunnen we hier iets slopen? We kunnen dat parcoursprongetje net niet halen daar. Of ligt dat aan mij? Ja, oh, wacht, kijk. En dan deze omhoog. Ja, en dan red je het. Daar red je het. Snap je hem? Ik ga. Oh. Hey. Ah. Oeh, de center chest. Oh, dat maakt niet uit. Dat is geen probleem. Goed, dan zijn we dus niet naar buiten dus. Dat weten we nu al. Die moet niet naar buiten gaan, want alles gereset. We zijn weer bij een nieuwe puzzel aangekomen, hé. Wauw. Jeetje, nog een puzzel. Room E, dus kamer A. Kamer B zal dan hier zijn. En dit is C hier. C is nog niet open. Zullen we eens A verkijken? Tegelijkertijd op de trashplate. Oh, dit zijn spiegelkamers. Zullen we eerst A doen en dan B? Kijk, want B is hetzelfde hier. Dus laten we gewoon in de volgorde van het alfabet gaan. Dus hier. Kist... Oh, er zit een hele kist vol met spullen hier. Oh, we moeten waarschijnlijk dingen bouwen hier in de grid. Nou, laten we A even eerst in gaan. Even kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt. Oké, er doorheen allebei. Oh. Er doorheen, ja. Wat heb jij? Ik heb blok of emerald in de kist. Laten we eens de kist even kijken. Oh, ik heb hier een heel kunstwerk staan. Ik heb echt iets heel simpels. Ik heb een blok of emerald in de kist, een blok of gold in de kist, een blok of diamond in de kist, ijzerblok 15 en een diamond pickaxe. En ik heb hier een patroontje in de grond. Wat heb jij? Heb je ook een kist? Ik denk dat je met na moet bouwen. Hoeveel ijzer heb jij? 15. Oké, heb jij eentje tegen het gele aan? Ik heb, wacht, ik zal eerst even uitleggen. Ik heb letterlijk een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bij 7 platform, ten eerste. Ja. En dan op elke front, dus op noord, oost, zuid en west, zit één kleurtje. Ja, heb je dus geel dus. Ik heb geel, blauw, rood en groen en voor de rest is alles wit. Ja. 1 gele, 1 blauwe, 1 rode, 1 witte en de rest is allemaal wit. Ja, en dan heb je 1 diamond blok, gold blok en een emerald blok. Ja. Oké, top. Nou, dan sta je bij geel. Ja, ik sta op geel nu letterlijk. Ja, en dan kijk je richting blauw. Ik kijk naar blauw. Ja, en dan ga je dus 1 stapje verder, heb je een wit blokje. Ja, ik sta nu op een wit blokje. Ja, daar plaats je 2 ijzeren blokken omhoog. 1, 2, check. En daarbovenop een diamond blok. Daarbovenop een diamond blok, check. Ja, dan heb je dus een rijtje van 3. Ik sta nu op een diamond blok, sta ik nu. Ja. Dan doe je aan het ijzerblok onder jou. Ja. Ga je richting blauw 2 blokken tegenaan bouwen. IJzerblokken. IJzerblokken, ja. 1, 2. Oké, dan zitten we nu precies... Oh, ik heb eentje uit het midden, maar dan zit ik nu precies in het midden met dat laatste blok. 1 boven de grond, in het midden hang ik. Ja, boven de grond. En daaronder doe je er ook eentje. Dus in het midden... Daaronder ook eentje. Ja, prima, check. Check, oké. Maak je hem nog eentje langer richting blauw. Eentje langer richting blauw, prima. En dan een soort pistooltje in richting groen. Ja, met ook in het midden boven de grond. Ja, boven de grond, ja. Ja, oké. Dan ga je weer eentje richting blauw, ook boven de grond. Ja. En eentje op de grond. Daaronder precies dus. Daaronder, oké, ja, check. En daarbovenop doe je nog een goldblok. Daarbovenop een goldblok, die is geplaatst. Dan ga je weer terug richting het midden. Even ik sta bij het midden precies. Even kijken hoe moet ik dit uitleggen. Ga eens bij blauw staan, op blauw. Ik sta nu op de blauwe stip. Dan zie jij... even kijken. Dan ga jij... Ja, dan zie je dus een ijzerblok precies voor jou. Ja, 2 ijzerblokken. En daarboven op een goldblok zelfs. Precies voor jou? Ja, tegen me aan. Tegen het blauwe blok aan. Zit oh, een nee, dat is niet goed. Sorry. Hoe is dat fout gegaan? Ja, dat weet ik niet. Het komt zo simpel. Moet die weg? Het moet diagonaal naar groen staan. Dus eentje naar rechts. Je zei naar blauw. Wacht, oké, wacht. Even komt-ie. Ik leg even uit wat ik nu heb. We staan op geel en vanaf geel, letterlijk het eerste blok als je naar blauw kijkt, zijn 2 ijzerblokken op elkaar met daarop een diamondblok. Ja, klopt. Dan richting blauw normaal, dus eentje boven de grond hangt er. Ja, in het midden. En eentje verder nog naar blauw, 2 op elkaar. Ja. Met dus vanaf de grond 2 naar boven. En dan eentje naar groen, gewoon. Dat is even wat ik nu heb. De rest heb ik even weggehaald. Eentje naar groen? Ja, gewoon letterlijk eentje boven de grond richting groen. Richting groen? Ja. Oh ja, ik heb het al verkeerd gezegd. Dat is het waar. Je moet dus niet richting groen. Ja. Maar eentje... Diagonaal richting blauw en groen ertussen in de midden. Ja, ja. Boven de grond. Ja, oké, check heb ik. Ja, oké. En dan ga je richting blauw. Zet je dus twee en dan blokken. Eentje op de grond. Ja, oké, dat snap ik hem. En daarboven op het goldblok. Ja, en als je dus op blauw staat, heb je dus aan je rechterkant... Rechtsdiagonaal, noordoost... Of noord... Ja, noordoost? Nee, noord-zuid? Noordwest. Noordwest heb ik dan. Ja. Dan heb je 2 ijzeren blokken en daarbovenop een goldblok. Noordoost trouwens, sorry. Ja, ja klopt. Inderdaad, ja. Nou, als je dus nu blauw staat, dan heb je als je eentje naar voren loopt, dan heb je niks. En dan kom je tegen een ijzerblok aan. 2. Ik kan 2 van blauw lopen naar het midden en dan tegen een ijzerblok aanlopen. Oh nee, ik snap hem. Ja, ik snap hem. Prima. Ja, check. Ja, je hebt 1 wit blok en dan heb jij een zwevend ijzerblok tegen je aan. Ja, ja. Prima. Ja. Ja? Dan ga je dus tegen dat zwevend ijzerblok richting rood. Op dezelfde lijn. Eentje naar rood dus. Op de zwevende eentje naar rood, ja, prima. Dus dan staan er 2 zwevende naast elkaar. Ja, en dan doe je er nog 1 zwevend richting rood. Nog 1 zwevend richting rood. En eentje op de grond. Ja. En daarbovenop een emerald blok. En daarbovenop een emerald. Oké, dan heb ik er nog 4 over. 4 ijzerblokken. Oh, ja, sorry. Dan ga je naar geel toe. Ga je weer op geel blok staan? Ik sta op het gele blok. Ja, dan heb je dus voor jou dus die rij 2 blokken en daarbovenop een diamondblok. Ja. Wat? Ja, ja, ja. Even kijken. Wacht, nee, wacht, dat is beter. Ga eens op groen staan, dat is beter. Ik sta op groen, prima. Ja, dan ga je diagonaal naar geel. Ja. Dan zet je eentje neer. Oké, check. En daarboven ook op 1. Daarboven op nog 1. En die verbind je dan richting... Het zwevende ijzeren blok, of niet? Ja, het zwevende ijzeren blok. Ja, check. En dan hebben we nog eentje. Nog eentje? Ja, nog 1 ijzerblok. Nog 1 ijzerblok. Heb jij... Oké, ik denk dat je die niet hebt. Heb je bij dit gele torentje... Ja? Zit daar ergens eentje tegenaan, of... Ah, misschien deze. Ja! Oh ja, die... Ja, oké, dan hebben we hem. We hebben hem! We hebben hem! Oké! Nou, nu is het andersom, Justin. Oh, of niet? Oh nee, we hebben de eerste... Kijk, we zijn weer samen hier. Kijk, dit moeten we nu bouwen. Dit moeten we nu in het midden bouwen. Ik maak er even een screenshot van, dan kunnen we het niet vergeten. Nee, is goed. Zo, ik heb er screenshot van gemaakt. Ja, mijn uitleg is niet al de best, maar dat wist je wel. Nee, dat maakt niet uit, hé, joh. Nee, dat maakt niet uit. Goed, Justin, voordat we gaan bouwen... Ik krijg de hele tijd melding als we kamers in en uit gaan... dat de kist wordt gereset. Dus ik heb het gevoel, kijk, als we hier nu iets plaatsen, zoals dit... Ja. En ik ga hier weg, dat het dan gereset... Oh, dan wordt de kist gereset. Oh, dus we kunnen het wel al bouwen als we willen wat we hebben hier. Ja. Dat zouden we kunnen bouwen. Dat maakt inderdaad niet uit. Laten we dat dan ook doen. We hebben hier het oranje stipje. Ik heb de screenshot hier staan. Hey, misschien is dat een beetje vals spelen. Laten we gewoon die screenshot wegklikken en dat jij... Nee, skip dat. Ga even alle benodigde materialen erbij pakken. Oh, nee, Justin! Ik had de materialen. Nu zijn ze weer uit mijn inventory. Ik had net de materialen. Pot voor 3, hé. Ik had ze bijna allemaal zorgvuldig bij elkaar gepakt. Ik dacht dat je de kist wordt gezet, maar je inventory dus ook. Ja, de inventory dus ook inderdaad. Oké, komt-ie. Ik ga even netjes gaan we alles hier plaatsen zoals het hoort. Netjes hoor, hé. Ja, dit doe ik netjes, hé. Dit ben ik helemaal op getraind, dit. Ja, dat kan je zien, ja. Ja, hier ben ik echt hard op getraind. Goed hoor. Hey. Falen is geen optie. Mooi patroontje. Ja, kijk, en dan doen we die hier, doen we die hier. Right. Doen we die hier. En dan doen we tot slot die hier. En dit is wat we hebben. Kijk, en nu kunnen we hem resetten als het goed is met mijn inventory. Ja, kijk, en dan blijft dit staan. Goed zo, hé. Hey. Goed, hè. Zou ik nu links doen en jij rechts? Of zou het andersom zijn? Nee, ik doe wel deze kant. Ik doe deze kant. Oké, let's go. Komt-ie. En dan ruilen we gewoon om. Hoppakee. Ja, ik moet het bouwen. Ja, we hebben een huisje. Dan weet je in ieder geval wat het wordt. Het is heel simpel gaat deze zijn, oké? Deze gaat echt heel simpel zijn. Komt-ie, deze gaan we speedrunnen, Justin. Laten we eerst het interieur even... Nee, trouwens niet, skip dat. komt-ie. We staan op het groene blok, oké? Ja, ik sta op het groene blok richting dan heb je als het goed is 8 jungle blocks. Klopt dat? Ja. Dan heb je de hoekjes van alles, de witte hoekjes. Ja, van het hele platform. Van het hele platform, elk hoekje, eentje diagonaal naar binnen. Dus dan sta je, zeg maar, als je op groen staat, je zet een stap naar voren, 2 stappen naar rechts, sta je op dat blok, klopt dat? Ja, ja. Dan op elke hoek, daar doe je 2 van die loks op elkaar. Dan heb je dat de stammen van de hoek van de huizen, snap je? Ja. Van het huisje. Dan doe je nu helemaal op boven. Ik heb nu gedaan. Ja, dan heb je 4 hoekjes, klopt dat? Ja, ja. Dan op die hoekjes doe je een dark oak plankje, elke. Ja. En dan maak je een dakje, helemaal plat. Gewoon een simpel plat dakje. En als het goed zijn al je dark oak planks op. Maar dan kan je ook niet, als je in het huis staat kan je niet springen, snap je? Dus stoot je direct je hoofd. Ja, klopt. Oké, dan ga je op het groene blok staan. Ja. Okay. Dan plaats je je oak planks alsof je nog een deur in het midden kan overhouden. Maar je hebt geen deur. Ja, dus alle 2 hoofden aan allebei de kanten. Ja, aan allebei de kanten inderdaad. Dat doe je overal, doe je dat? Overal komt er dus een deur, overal komt er zogenaamd een deur. Oké, heb je dat? Dan doe je overal, behalve bij groen, doe je er tussenin op de grond ook nog 1 opening. Dat zijn je woorden, daar heb je ramen. Ja, maar je hebt gekleurde ramen als het goed is. Ja. Komt-ie. Welke soort ramen heb je? Lichtgrijs, wit en donkergrijs? Ik heb alleen 2 witte. Geen donkergrijs? Er zit misschien nog één keer verstopt. Ja. Maakt niet uit. Oké, dan doe je donkergrijs is bij blauw. En die andere 2 zijn bij de andere kleuren. Donkergrijs is bij... blauw en de andere is bij die andere. Ja. Oké, dan heb je alleen nog een bed en een loom, klopt dat? Ja. Dan kom je binnen bij groen. Ja. Zo. Dan doe je in de rechterhoek de loom, terwijl die loom die kijkt gewoon naar de voorkant, snap je? Dus hij moet dan netjes goed geroteerd zijn. Dus in de hoek. In de hoek, ja. In de hoek staat hij en je plaatst hem hoe je ernaar kijkt als je binnenkomt. Ja, ja, ja. Oké, en het bed plaats je in de andere hoek links en de lengte van het huis zelf van het groene gewoon. Dus niet tegen de loom aan, gewoon... Ja. Het voeteind is bij het grijze raam en het kussen is bij de andere kant. Ja, ik heb het kussen nu aan de raamkant. Ja, niet tegen het raam aan. Het kussen is zeg maar aan de kant van het rode en het voeteinde zit tegen het raampje wat geel aan. Het gele raampje. Wacht, dan moet je misschien andersom. Gewoon hoe je binnenkomt, dat je zeg maar met je hoofd tegen de muur aan zit en je voeten die hebben nog ruimte. Ja, maar hij wil niet. Gewoon heel simpel het bed. Ja, dat snap ik. Als je binnenkomt loop je tegen het voeteinde aan. Ja, maar dan gaat dit niet goed, denk ik. Wacht even. Hoe staat het bed nu als je binnenkomt? Het bed staat nu. Als ik nu groen, eentje naar binnen ga, heb ik wit blokje, nog een wit blokje, ga ik eentje naar rechts en dan heb ik dan rood en dan een kussen. Huh, rechts? Je bed moet aan de kant van geel, hè? Bij het gele blok buiten moet het bed. Oh, is het andersom dan bij de loom dus? Ja, de loom staat zeg maar als je binnenkomt bij de rode, bij het blauwe blok, sorry. Bij het blauwe blok. Ja, juist, we hebben hem mee. Sorry. Maakt niet uit, hè, Justin. Zullen we deze zonder een screenshot doen? Is goed. Dat je hem uitlegt aan me? Dat ik hem plaats? Ja. Of zullen we andersom uit? Nee, je legt hem maar uit. Ja, ik leg wel uit, joh. Jij bent heel goed in uitleggen. Ja, supergoed. Oké, komt-ie. Ik pak de blokken die ik... Welke blok heb ik nodig? Zeg dat erin. Je hebt een prismarine blok nodig. Ik heb een prismarine blok. Je hebt zo'n... hoe heet dat? Gesmolten stone. Gesmolten stone. Gewoon... chiseled stone bricks. Nee... Smoothstone. Smoothstone, ja. Sorry. Ja? Dan heb je een... hoe heet dat ding in de nether of zo? Nether? Magma blok? Nee, met Shroomlight? Nee. Netherrack? Nee, het is met zo'n kruisje erin. Een soort van plusje in het midden. Aan de zijkant. Plusje in het midden? Ja, hoe heet dat blok? Weet ik niet. Waar heb je het over? Ja, ik weet niet hoe dit blok heet. Een plusje in het midden? Ik noem je de blok op. Magma blok, shroomlight, zand, jukebox, amethyst, smoothstone, redstone lamp, prismarine, chiseled stone brick, dead brain coral blok, lodestone. Lodestone is het denk ik. Oh, een lodestone, oké. Ja, dan heb je een shroomlight nodig, zo'n tenner. Oh, een shroomlight, ja, die heb ik. Ja, dan heb je zo'n oranje met groen, met blauwachtige, waar je een figuurtje van kan maken. Zo'n vierkante figuurtje, Als je die 4 plaatst, dan heb je zo'n patroontje. Een patroontje, zo'n... Terracotta is dat? Ja, terracotta, ja. Oh, gewoon orange terracotta. Ja, orange terracotta, ja, met het groen, met het blauw. Nee, die hebben we niet. Wat is dit bedoel dan? Je niet gewoon een blok of rauw kopper? Ja. Oh my days, ja oké. Wat heet het patroontje? Lijkt dat ja, rauw kopper is dit, maar goed. Dan heb je zo'n cave blok, hoe heet dat nou? Dripstone? Ja, dripstone blok nodig. Ja. Dirt. Granite. Hebben we niet. Dit is diorite. Dit is diorite dan. Diorite. En zand. Granite. Wel granite, sorry. Wel granite. En zand. Oké, dat heb ik. Oké, waar moet ik het plaatsen? Zeg het maar. Dan ga je komen, dan gaan ze allemaal weer uit mijn inventory. Dan heb je geel. Ik sta op het roze blok, gele blok. Gele blok. Dan ga je diagonaal naar links. Dan zie je... Oh, wacht, nee, wacht, dit is beter. Je gaat eentje naar voren, heb je een wit blok. Ja. Ja, dan ga je eentje naar links. Ik sta nu op het witte blok. Ik sta eentje naar links nu, Daar doe je het prismarine blok. Dat kan niet, want daar staat al een redstone lampje blok. Huh? Ja, daar staat al een redstone lamp. Als ik op het gele blok sta, dan komt hij. Wat is dan helemaal... Als we dan rechtsonder beginnen, vanaf daar. Ja, weet je, rechtsonder. Ja, dat is een loodstone. Dat is een loodstone, daar staat een loodstone. Eén naar links van. Ja, dan plaats je de loodstone in de hoek. Ja, in de hoek. En dan nu één naar links van. Wat is één naar links van? Dat is niks. Wat is één daar links van? Dat is niks. Dan sta je dus tegenover, naast de gele blok. Ja, wat is daar links van? Het prismarine blok. Oké, dan ga ik wel gewoon wat ik geplaatst heb weghalen. Een prismarine blok, prima. Ik plaats een prismarine blok. En daar links? Smoothstone. Smoothstone. Ik plaats daar de smoothstone. Ja. En dan eentje naar boven. Niks. Eentje naar rechts. Niks. Eentje naar rechts. Niks. Eentje naar rechts. Niks. Eentje naar rechts. De netherlamp. Dan klopt het dan niet, want ik heb hier net al dingen geplaatst. Maar wat moeten we hiermee dan? Room C is klaar. Wat is room C? Even kijken. Hier hebben we weer allemaal andere dingen. Weet je, laten we eerst room C even doen, Justin. Dan kijken we zo wel. Kom hier maar heen. Dan leeg ik mijn inventory. We doen dit zo. Laten we eerst even kijken wat room C is. Ja, ik sloop dit hele poepzooi dingetje, want er klopt echt nu al gereed van. Dit is bij jou dit. Ja, maar dat heb ik net al geplaatst, omdat dat van die andere ruimte was. Maar we doen het zo even opnieuw. Ja, oké? Gek. Ik stop dit allemaal even hierin zo. Dan gaan we even room C gewoon. Dan hebben we alles gedaan. En dan kunnen we daarna deze puzzel oplossen. Zo is het. We hebben hier een pickaxe. Die heb ik. En we hebben hier kleuren. Wat moeten we doen? Ik moet hier die kleuren ergens... Nou, ik denk dat die kleuren... Dus... Hier misschien... even kijken. We hebben alle kleuren die hier staan, die hebben we niet. Zie je? Dus we moeten een volgorde hebben. Hoe die kleuren geplaatst moeten worden. Kunnen we dat hier ergens zien? Weet je dat? Kan je eens onderzoek doen voordat na trouwens dat mijn inventory gelegen wordt? Maakt niet uit. Is hier ergens een duidelijkheid met wat de volgorde is van de kleuren? Is dat niet dat we die... Oh, ik zie dat ik dit inderdaad helemaal verkeerd heb gedaan, Justin. My bad. Ja? Ja, ik heb dit helemaal verpest. Ik heb dit helemaal verpest. Ik heb het vanaf de andere kant gedaan. Het is mijn schuld. Het is mijn schuld, oké. Maar moeten we dan niet eerst dit voltooien? Misschien moeten we eerst dit wel voltooien, ja. Komt-ie, dan doen we het even opnieuw. En dan leg jij de eerste keer uit en dan leg ik de tweede keer uit, oké? Dan begin jij gewoon, ga maar naar jouw kamer, naar B. B. Pak ik gewoon alle items even uit de kist. Maakt echt niet uit in principe welk kant je op gaat. Nee, klopt. Ik pak gewoon alles uit de kist. Maakt niet uit, gewoon letterlijk alles. En dan moet je gewoon zeggen, gewoon blok voor blok wat het is, oké? Ja. Oké, ik sta op het oranje blok. Ja, dan ga je eentje naar boven. Gaan we rechtsonder. We gaan eerst rechtsonder doen. Rechtsonder is dripstone. Dat is dripstone. Dan ga je eentje naar boven. Wacht. We gaan van rechts naar links, naar rechts, naar links. We gaan zigzaggen. Oké, is goed. Oké, eentje naar links. Niks. Eentje naar links. Niks. Eentje naar links. Prismarine. Prismarine. Eentje naar links. Smoothstone. 2 seconden. Smoothstone. Dan ga ik eerst even de blokken die ik geplaatst heb, ga ik dumpen. Die... Prismarine, smoothstone. Ja. Eentje naar boven. Niks. Eentje naar rechts. Niks. Rechts. Niks. Rechts. Niks. Rechts. Loomlight. Shroomlight. Shroomlight. Loomlight. Shroomlight. Prima. Geplaatst. Check. Eentje naar boven. Niks. Eentje naar links. Rauw kopper. Rauwe kopper. Oftewel terracotta volgens jou. Ja. Eentje naar links. Niks. Eentje naar links. Niks. Eentje naar links. Niks. Eentje naar boven. Niks. Eentje naar rechts. Niks. En je naar rechts. De dripstone. De dripstone, dames en heren. De dripstone die ik... Oh, goed. Die hebben we al geplaatst, dripstone. Nee. Dat was die eerste dan in de rechtsonderhoek. Oh, dripstone... Nee, dat was de Oh, was dat de loodstone allereerst die geplaatst wordt? Oh, my bad. Heb ik het weer verkeerd gedaan. Of ik had het verkeerd gezegd. Nee, dat heb ik verkeerd gedaan. Oké, dus dan staan we nu hier inderdaad nog... Oké, wacht. Even vanaf de koper. Dan hebben we even reset. Op de koper staan. Koper. Dan helemaal naar links was niks. Klopt dat? Ja, klopt. Gaan we eentje naar boven is niks. Nee. Eentje naar rechts. Niks. Eentje naar rechts. Daar is dan die dripstone. Daar was de dripstone. Oké, dan heb ik hier nu de dripstone. Check. Ja. Eentje naar rechts. Niks. Eentje naar rechts. Niks. Eentje naar boven. Niks. Eentje naar links. Niks. Eentje naar links. Dirt. Dirt. En was dat hem? Nee, nog verder. Eentje naar links. Granite. Die rode. Granite. Ja. Eentje naar links. Zand. En daar is het zand. Oké, dan gaan we nu omdraaien. Ik stop alles. Maar trouwens hoeft niet eens. Ik kan alles gewoon in meenemen en dan wordt het toch gereset. Oké, dan ga ik nu naar mijn kantje toe. Dan gaan we op het gele ding staan en dan zeg jij hetzelfde. Dan gaan we het nu andersom doen. Gewoon naar het midden. En dan moet je al die blokken pakken. Oh ja. Dan gaat het nu andersom doen. Dan mag jij ze plaatsen. Gewoon alle blokken pakken en dan noem ik wel gewoon wat het is. Dan moet het op dezelfde manier, maar dan andersom. Ja. Oké, zeg het maar. We beginnen rechtsonder. Rechtsonder is die drips, de loodstaan. De hele onderste rij heb ik niks voor je trouwens. Dus laten we gewoon van rechts naar links gaan en eentje naar boven, oké? Ja, oké. Oké, dus dan zijn we nu vanaf rechtsonder begonnen. Naar links, helemaal niks. Gaan we eentje naar boven. Dat is een kelpblok. Een draait kelpblok. Draait kelp, ja. Prachtig. Eentje naar rechts is redstone. Redstone blok. Yes. Eentje naar rechts is een red nether brick. Yes. Dan eentje naar boven is een magma blok. Ja. Eentje naar links is een boonblok. Ja. Eentje naar boven is een tufblok. Tufblok, waar staat die? Blind. Daar, ja. Ja? Eentje naar links is een dried, dood koraal, maar je hebt er twee daarvan, klopt dat? Ik heb er, ja. Dit is met de grote rondjes. Dat is wat minder grof. Ja, de grote rondjes, of wat groffer, ja. Oké, dan eentje naar boven is niks, eentje naar rechts is niks, eentje naar rechts is niks. Ja. En dan hebben we wel eentje rechts daarvan is de redstone lamp. Ja. En eentje rechts daarvan zitten we in het hoekje, klopt dat? Ja, klopt. Dat is de target. De target. Ja. Dan hebben we alles gedaan wat we moesten doen. Ja, oké, dus nu de missen. Ja, dat is dan kamer C. Dat moeten we eerst C oplossen, toch? Ja, maar wat moeten we hier doen? Ja. We hebben hier al die blokken. We hebben de pickaxe. Zo, hartstikke leuk. Maar wat moeten we doen? Er staat nergens een tip of een hint hoe we dit oplossen. Maar blauw, groen... Moeten we alle soorten kleuren bij elkaar doen? Is waar dat hebben we die kleuren gedaan? Welke kleuren? Oh, wacht, we kunnen deze kamer niet uit natuurlijk. Nee. Nee, we kunnen de kamer niet uit. Want we hebben ze straks allemaal kleuren gehad. Is het niet gewoon de kleuren... Oh, dit zijn de cellen, Justin! Dit zijn alle cellen, we moeten er wel uit. Snap je? Dat ja, maar dan reset hem dat. Nee, die kist wordt alleen gereset, maar niet deze inventory. Oké, en ja, dit ding ook niet. Nee, dit wordt niet gereset volgens mij. Als jij er gewoon even uitgaat, alleen mijn pickaxe wordt, ga maar. Helemaal naar buiten. Nee, wordt niet gereset. Trouw maar, komt goed. Oké, jij komt nu uit de groene, toch? Ja. Oké, laten we eentje naar rechts gaan daarvan. Dus dan de rechts naast groen. Rechts de andere cel. Dus gewoon letterlijk de andere cel. Ik kom de deur uit bij groen en dan kijk ik naar rechts, zie ik lichtblauw. Oké, dat is dus op de andere hoek, is dat? Ja. Oké, lichtblauw is cyaan, neem ik aan dan zelfs. Ja, ik denk het. Oké, prima. Dan eentje daar links van. De middelste is dat. Ja, dus verder richting... ja, de middelste van onder middel links, voor rechts van jou dus inderdaad, ja. Ja, dus je komt dus de deur uit naar blauw en je gaat naar rechts. Ja, dan kom je op de hoek, dan zit je op de hoek van het gebouw, klopt dat? Je komt naar buiten, jij komt naar buiten bij groen. Ja, dan ga ik naar rechts. Dan kijk je naar rechts en dan zit je in een hoek van het gebouw. Ja, en dan... Dat is cyaan. Ja, klopt. En als je dan rechtdoor loopt richting de andere hoek... Ja. Dus voorbij de cyaan. De middelste cel is dat. Ja, dat is oranje. De middelste cel is oranje en die daarna... Ja, wat is dit? Is dit bruin? Bruin? Ja, bruin heb ik. Ja, bruin. Oké, bruin. Check. Oké, dan steken we over naar mijn cel. Gewoon letterlijk mijn cel. Ja. Die is... Dat is lichtgrijs. Lichtgrijs? Ja. Oké, lichtgrijs. En dan gaan we naar jouw cel. Is donkergrijs. Die is donkergrijs. Dan gaan we naar jouw buurcel. Is roze. Is niet magenta. Hij is echt roze. Roze. Oké, prima. En dan de laatste onderste cel die we nog niet gehad hebben. In de hoek is er rood. Is er rood. Oké, dan gaan we boven de groene cel gaan we beginnen. Boven de groene cel waar ik dus uitkom. En doen we dezelfde rondje als dat we net gedaan hebben, oké? Ja, dat is wit. Dat is wit, prima. Dan ga ik links. Rechts. Ja, hetzelfde rondje als net, dus dat is links. Gewoon letterlijk boven de cyaan en daarna boven boven de cyaan is zwart. Is zwart, ja. Boven oranje is donkergroen. Is donkergroen. Dan daarnaast is blauw, klopt dat? Dat is het ijs, die had ik al. Ja. Dan boven mijn cel? Ja, boven jouw cel is donkerblauw. Is donkerblauw. Dan boven jouw cel. Oh, is dat dan... Wacht. Dat is ook roze. Wacht. Is dat magenta? Is die iets donkerder roze? Oh, die is iets lichter, sorry. Ah, wel andersom dus. Oh, ik zie het verschil als niet, joh. Nee, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Ik zal even deze pakken. En dan moet ik uit de kist... Moet ik zo de gele weer, roze weer pakken. En dan is als het goed is naast witte schil. Ja. Dan... Oké, dan hebben we ze. Ja, die paarse stond er al vandaag. Oké. Even kijken, komt die? Ja! Oké, dus dan moet... Oh, hier is een doorgang hier bij groen met de nieuwe kleurcodes. Zou ik hem uitleggen of wil jij hem uitleggen? Maakt mij niet uit. Ik leg hem, ik sta er nu toch al. Oké, komt ie. Ik sta op het witte blok, of het gele blok. Wacht even, ik moet even alle blokken pakken. Pak jij maar alle blokken? Ja, ik sta op het gele blok. Oké, dan de eerstvolgende naar boven. Oké, naar boven. Ja. Is de terracotta. De oranje terracotta. Oranje terracotta, yes. Dan eentje naar rechts is de dode koraal. En dat is zo te zien de grote. Dus die andere is de minder grove, snap je? Dit zijn de grote rondjes deze, dus die moet je die andere even vervangen. Ja. Eentje naar boven is de chiseled stone bricks. Ja, boven die dead koraal. Ja, boven, ja. Chiseled stone brick, ja. Dan gaan we naar rechts, daar zit als het goed zo'n blok. Ja. Eentje naar boven is de red sand, de rode zand. Ja. Eentje daarboven is de netherrack. Ja. Eentje naar links van is de jukebox. Ja. En als het goed zou je er dan nog eentje over. Ja, en dat is de amethyst. De amethyst 3-2. Ja. Boom. Oh. Ja, ik hoorde een belletje. Oh, hey, een minecart viel naar beneden. Ik zag hem inderdaad. Laten we even kijken. Een pikkel en een kool. En dan kunnen we die kool kunnen gebruiken om te smelten. Pak jij de pikkel maar. Maar volgens mij kon die pikkel... Neem die minecart, kan ik die meenemen? Nee, die kan ik niet meenemen. Die pikkel konden we ruilen, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Jeetje, deze was ook weer ingewikkeld. Nou, deze was niet heel ingewikkeld. Dit was gewoon veel werk. Dit was gewoon echt heel veel werk. Niet bij hem. Kan je een pikkel ruilen? Nee. Maar die pikkel kunnen we smelten om lime dye misschien te krijgen. Ja. Yo, wacht, dan stop ik deze erin als jij die pikkel erin doet. Wij zijn geweldig slim, hé. Goed, en dan krijgen we lime dye van. En de lime dye kunnen wij weer gebruiken om te ruilen. Jeetje, laten we dat even doen. Van ruilen. Komt die lime dye. Die lime dye die doen we hier, met hem ruilen. Dan krijgen we, als het goed is, honeycomb. En met de honeycomb en met de string die ik heb, kan ik maken een kaars. En die kaars kunnen we bij Joël hier, kunnen we zand van krijgen. En zand, weet ik niet wat we mee moeten. Zand, oké, we hebben nu al 3 deals gemaakt, zo te zien. Ik heb nog steeds een emmer, die heb ik ook. Jij hebt als het goed is ook een emmer, klopt dat? Ja, mag ik eens allebei een emmer. Wil je het zand? Nee, wacht, ik zit even te kijken. Maar je hebt geen shards gekregen, van die echo shards. Nee, 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 ik heb gewoon zand, dat was de deal, toch? Zand. Ja, jij had ook als deal zand, toch? Of niet? Ja, ja. Oh, wacht! Ja. Nee. Wat? Hebben we nergens lava gevonden? Nog niet, volgens mij. Niet zover ik weet. Ik kan me niet herinneren dat we lava... Ja, misschien waar de kat dood ging zat lava, maar ik denk niet dat we dat kunnen pakken. Dat denk ik ook niet. Nee, Justin, kom eens hier, jongen. Maar weet je wie zijn probleem dit is? Dit is het probleem van de toekomst, Justin, en de toekomst, Max. Want we gaan de video afsluiten. Het wordt gewoon weer vervolgd, hé. Wat super even, hoeveel kamers moeten we nog? Even kijken. We moeten nog sowieso de... De gekke man. Bruin. De gekke man, dat is bruin inderdaad. Alleen bruin moet nog, denk ik. Oh, dus misschien is de volgende aflevering wel de finale. Oh. Maar wie weet ook niet. Maar wie weet ook niet, inderdaad. Dat gaat heel spannend worden, hè, Justin. Nee, superleuk. Dat wordt superspannend. Goed, jongens, vond je dit nou zo'n leuke video? Justin, vond jij dit een leuke video? Ik vond het superleuk zelfs. Ik vond het ook superleuk, hè. Dan kunnen ze gewoon lekker even deze video kijken in de tussentijd, jongens. Wie weet is het volgende deel uit, dan kan je die ook kijken. Maar anders niet, kijk dan even lekker deze video. Het is een hele leuke video. En dan nu spreken we later. Glaasje water. Tot wie.